Welkom bij de laatste weekly workout, weekly workout 6. Welkom bij de warming up, want we gaan onze beentjes weer wat warmer maken. We beginnen met de lunges. Je doet een lunge vooruit, terug. Als het goed is, zijn jullie lekker warm. Ik zou zeggen, pak een bankje, een stoeltje, een hond, een vader, een moeder. Alles wat een verhoging heeft, pak je erbij. We gaan beginnen met een one leg lunge. Je legt je been op de stoel, bankje of wat je hebt gepakt.
Zo. Soort van op je armen, handen en knieën. Maar je knieën zijn los van de grond. Deze positie ga je volhouden. En dan als de tijd loopt, ga je beginnen met je rechterhand. Van de grond. Daarna je linkerhand. Je rechterbeen. Hou je knieën laag aan de grond. Dan wissel je linkerbeen los. Volgende is rechts en links los. Wissel naar linkerhand en rechtervoet los. Na beast komt de crab. Deze oefening ga je andersom. Hou je billen laag bij de grond. Handen naar achter. Gaan we beginnen met rechterhand los. En je linkerhand los. Rechtervoet. En je linkervoet. Oké, dan nu je rechtervoet en je linkerhand. En wissel je linkervoet en je rechterhand. En dan ben je klaar. En nu het fijnste deel van de training, de cooling down. We beginnen met nog één kleine uitdaging. Je gaat je handen achter je rug doen en je gaat proberen je handen aan te raken. Ja, ik heb hem, bijna. Dit hou je een aantal seconden vast en dan wissel je van kant. Die laat ik niet zien, want dan kom ik achter je. Je gaat naar de grond en je gaat lekker op je rug liggen. Je trekt je knieën op tot 90 graden en je laat ze naar links vallen. Breng dit niet genoeg stretch, dan doe je je bovenste been er nog overheen. En als het goed is, voel je nu allemaal knakjes in je rug. Zo niet, dan was je al lekker los. En switch van kant. We gaan op onze kont zitten en je gaat proberen zo ver mogelijk naar voren te glijden en lekker je tenen aan te raken. En doe je me aan! Ja, ik kom er ook niet zo ver. Schaam je niet. Danik geeft ook een goed voorbeeld. Het maakt niet uit. Iedere stretch is één. Maakt niet uit hoe ver je komt. Aan het einde van deze weekly workout zijn jullie 2 centimeter langer. Nu trek je één been in en je andere ook. En dan duw je op de zijkant. Je trekt zo dicht mogelijk op de zijkanten van je knieën om even nog je liezen te rekken. En dan zijn we klaar, dames en heren. Dankjewel voor het meedoen en we zien jullie weer de volgende keer. Houdoe!